Goedendag, we staan hier voor een van de drie gemeentehuizen in Altena. Laten we binnen eens even een kijkje gaan nemen. Dag allemaal. Zo, de lift in. Dit is de kamer van een van de wethouders. Hij is leeg op dit moment. Hard aan het werk misschien. Campagne aan het voeren. Nee. Het eerste vrouwelijke raadslid in Altena. En nog steeds zijn er niet zo heel veel vrouwen volgens mij die meedoen aan de verkiezingen. Kijk, dit is de kamer volgens mij van meneer De Boer. Oh, hij zit er gewoon. Zullen we even bij hem op bezoek gaan? Meneer De Boer, goedendag. Welkom. Dank u. Ja, een mooi plekje heeft u hier. Ik heb hier een fantastische werkplek om met deze gemeente elke dag met veel plezier aan het werk te zijn. Ja. Dat klinkt heel goed. Het uitzicht is heel mooi en hier kun je ook heel goed zien vanuit deze kamer met de kranen voor de activiteiten van de haven van Werkendam natuurlijk. Waar we ook heel erg trots op zijn. En weer mooi weer. Dat ook nog. Ja. Hoe vaak staat u hier? Niet vaak. Ik ben veel buiten het gemeentehuis om contacten met de samenleving te maken, te vergaderen natuurlijk en hier aan deze tafel te zitten. Dus het zijn meestal de late uren aan het begin en het eind van de dag dat ik hier zit te werken en de rest ben ik op pad. Wat is nu het mooiste plekje in het gemeentehuis wat u betreft? Er zijn meerdere mooie plekjes en eigenlijk is het mooiste plekje de koffieautomaat. Want daar zie je dat heel spontaan allerlei gesprekken zich met medewerkers en met bestuurders. Want wij lopen ook zelf naar de koffieautomaat. En dat is inderdaad heel erg leuk om daar eventjes zo'n kort gesprek van een paar minuten te hebben. En je hebt gelijk een stukje informatie. Je kunt ook informatie kwijt. Dus ik vind dat een hele mooie plek, de koffieautomaat. Nu is nog 2 weken voor de verkiezingen voor de gemeente Altena. U bent volgens mij ook verantwoordelijk voor het hele kiesproces. Ja, de wet die gaat over fuserende gemeentes. Die geeft aan dat van de fuserende gemeente de grootste gemeente de kar moet trekken. In dit geval is dat Werkendam. En is dat heel veel werk? Het is werk wat erbij komt, maar heel veel werk. Het meeste werk zit bij de medewerkers. En ik moet in ieder geval zorgen dat ik regelmatig in beeld ben. Zowel in de krant als met aanzichtkaarten, als met een bus die straks gaat rijden. Om proberen zoveel mogelijk mensen erop te wijzen dat de verkiezingen zijn op 21 november. En ook in ieder geval hen uitdagen om ook te komen stemmen. En met name de jonge mensen die voor het eerst mogen komen stemmen, die wil ik met name aanspreken. Daarvoor verstuur ik straks een mooie aanzichtkaart. Mijn rol is beperkt tot het bezoeken van de stembureaus, wat ik eigenlijk altijd al doe. En mijn eerste bezoek zal zijn de stembus, de rode dubbeldekker, die dan op dat moment bij de Kromme Nol staat. Daar ga ik in ieder geval bij de opening van de stembureaus naartoe. En verder ga ik de andere stembureaus zoveel mogelijk af gedurende de dag om te kijken of alles goed gaat. Eventueel als er problemen zijn om die op te lossen. En natuurlijk aan het eind van de dag, als alle stembureaus hun stemmen hebben geteld, dan komen die hier naar Werkendam toe en dan betekent dat in de loop van de avond er bekendgemaakt gaat worden welke partij hoeveel stemmen heeft gekregen. En pas de volgende dag, de 22e november, dan gaan we opnieuw alle stemmen tellen, maar dan doen we het op persoonsniveau. En dat betekent dat dan de partijen weten hoe dat de bevolking op de betreffende partij heeft gestemd en dan zie je van nummer 1 tot en met nummer... Nou zit iedereen natuurlijk nog te wachten wanneer komt die benoeming van die waarnemend burgemeester. Heeft u daar al enig idee van? Nou, dat ligt weer in de handen van de commissaris van de Koning. Dus ik denk dat de commissaris van de Koning, dat heeft hij ook toegezegd aan de verschillende bezoeken die hij heeft afgelegd. Als straks de lijsttrekkers, de fractievoorzitters in wezen dan bekend zijn, dan wil de commissaris daar zo snel mogelijk mee in gesprek om te kijken wie de waarnemend burgemeester kan zijn van deze gemeente. Want die waarnemend burgemeester met de nieuwe gemeenteraad vanaf 2 januari, die gaan natuurlijk het profiel maken van wat voor soort burgemeester willen wij dan hier hebben in de gemeente. Dat kan een aantal maanden duren. En dan zal dus in de loop van 2019, zoals dat heet, de kroonbenoemde burgemeester, dus de definitieve burgemeester van Altena, bekend zijn. En daar moeten wij dus nog gewoon even op wachten. Daar moet iedereen even op wachten. Ja, dus ik ben heel nieuwsgierig. Ja, wij ook. Ja, oké, dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan en ik wens jullie in ieder geval heel veel succes
in Altena. En ik wens in ieder geval de kijkers heel veel plezier straks ook in de nieuwe gemeente. Maar zeker ook van 21 november gaan stemmen.